Dit is de eerste bijeenkomst van een hele reeks. De provincie die gaat een busbaan aanleggen in Katwijk, het deel ter hoogte van de nieuwe wijk Valkenhorst. De bus gaat rijden vanaf Leiden Centraal naar Katwijk aan de kust en naar het terrein van ESA Aztec. Draait daar weer om en gaat dan terug naar Leiden Centraal. De Airnet-corridor is een aparte busverbinding, loopt dus parallel aan de N206, twee keer één baans. Sluit vanuit Leiden aan op de Plesmanlaan en volgt de N206 langs de Tjalmaweg. Tjalmaweg is een project dat al in een vergevorderd stadium is, want daar is de aanleg al begonnen. Hier zijn we nog in de planfase. Het zijn natuurlijk wel projecten die vlak naast elkaar komen te liggen. Dus we proberen de projecten daar waar mogelijk met elkaar te integreren en te zorgen dat we overlast kunnen voorkomen. Er zijn dus werkzaamheden verricht tussen 2019 en 2021. Dus er zijn al een heleboel aanpassingen daar gedaan. Bus kan nu rijden daar. Dus Airnet is eigenlijk al uitgerold over het gebied. Katwijk is een vrij forse gemeente, heeft geen eigen treinstation. Er komt die enorme grote woonwijk nog bij, waar beperkte mogelijkheden tot parkeren zijn. Niet overal, maar deels wel. Die mensen willen ook allemaal straks naar hun werk. Voor dit gebied geldt dat er al best wel wat verkeersdruk is en zou voor de toekomst goed bereikbaar moeten blijven. We krijgen ook kritische vragen over waarom we doen wat we doen. Waar komen de haltes? Hoe gaat de provincie de busbaan aanleggen? Wat is de relatie van het busproject tot de N206 Tjalmaweg? Over de komst van Airnet, daar is denk ik niet heel veel op aan te merken als ik goed heb geluisterd. Mensen denken wel in verkeersstromen. Gaat zo'n bus ons nou meer stoplichten opleveren? Gaat ons bus nou meer wachttijd opleveren? Nou, ons beeld is dat het wel meevalt. Vooral het deel bij de Duinvallei moeten we helemaal gaan inrichten. En dan gaan we dat soort zaken natuurlijk ook heel goed in meenemen. Men is denk ik ook wel een beetje verrast dat we nu al komen. We zijn eigenlijk wat eerder dan gepland. We willen ook op tijd klaar zijn in 2024. Dat wordt een hele uitdaging, maar daar gaan we wel voor. Ja. En daar zijn mensen denk ik positief over verrast. We gaan onder meer ook een viaduct aanleggen tussen het nieuw Valkenhorst en bestaand Valkenburg. Daar vragen we ook juist de input over en de denkkracht van omwonenden. Hoe moet die eruit komen te zien? We hebben zelf natuurlijk best wel een beeld. We hebben architecten die daarin betrokken worden. Maar we zouden heel graag zien dat mensen vanuit Valkenburg meedoen. En wij hopen dat mensen willen meedenken over hoe het ontwerp eruit gaat zien. Hoe we dat gaan inrichten qua aanlanding en hoe dat esthetisch plaats moet gaan vinden. Kort na de zomer, in september, gaan we een aantal informatiebijeenkomsten starten waar we met belanghebbenden gaan werken aan de ontwerpen. En dat zullen we doen in de periode tot december. En vanuit daar gaan we de ontwerpen dan verder uitwerken en hopen we in april komend jaar klaar te zijn daarmee. Daarna volgt dan de fase van de bouw en daar zijn we hopelijk eind 2024 mee klaar. Dat mensen meer uit de auto komen en ook op een andere manier van A naar B kunnen gaan. Dat is de bus, dat is ook de fiets waar we in investeren. En dat is iets waar de provincie Zuid-Holland op inzet. Dat doen we hier in Katwijk, dat doen we in Leiden. En dat doen we ook verder in de provincie om een echt alternatief voor de auto te bieden.